In deze uitzending van NH Airtime bekijken we niet één, niet twee, maar drie Gulfstream privéjets op Schiphol Oost. Dit is Schiphol Oost, ooit het hart van de luchthaven. Totdat in de jaren 60 meer ruimte kwam voor de vliegtuigen, passagiers en de afhandeling ervan op de plek die we nu kennen als Schiphol Centrum. Maar op Oost gebeurt er nog genoeg. Het is de plek waar de politiehelikopters af en aan vliegen, vliegtuigen worden onderhouden, popsterren en belangrijke politici aankomen, maar waar vooral veel luxe privéjets staan en gaan. Dit zijn drie gloednieuwe Gulfstream privéjets, overgevlogen vanuit Amerika om samen met zo'n luxe verhuurder, Exero op Schiphol, nieuwe klanten te verleiden zo'n kist te kopen. Een van die potentiële klanten is de Nederlandse overheid, die voor Defensie een tweedehands Gulfstream 650 wil aanschaffen. Defensie heeft nu nog een oude Gulfstream die door de minister, staatssecretaris en hoge militairen wordt gebruikt. Naast de PHGOV, de luxe Boeing 737, die ook een beetje van koning Willem-Alexander is. En wat biedt zo'n chique Gulfstream nou allemaal aan boord? Dit is de G650, de grootste van de drie showmodellen. Voor een slordige $70 miljoen is hij van jou. In het midden staat de G600. Iets kleiner dan de 650, maar aan luxe geen gebrek. En iets voordeliger ook. Voor nog geen $60 miljoen mag hij met je mee. Tot slot de Gulfstream 280. Voor zo'n $25 miljoen krijg je deze overweldigende luxe tot je beschikking. Een Gulfstream is misschien niet zo groot, het bereik van de toestellen is enorm en ze zijn razendsnel. Zonder tussenstop naar de andere kant van de oceaan is voor deze kisten geen probleem. Wil je veel meer zien van luxe privéjets en de Boeing van de koning? Kijk dan op het YouTube-kanaal van NH Airtime. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf.